Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we donderdag. Deze ochtend ben ik vrij en ik heb besloten om deze morgen eerst te gaan zwemmen. Daar heb ik een zwemzak. En nu ga ik ontbijten. Mijn stem is nog altijd een beetje aan het tanden op sommige momenten, omdat ik verkouden ben. Maar dat komt allemaal wel goed. Na het zwemmen ga ik trouwens naar de Horta om wat plantjes te gaan halen. Goedemorgen. Hallo, het is nu 9:30. Ik ben net klaar met zwemmen. Ik ga proberen om de volgende keer nog net iets vroeger te komen, want het staat eigenlijk redelijk laat in het zwembad. En dan heb je heel veel scholieren in het zwembad. En ik ga proberen om de volgende keer er net voor te zijn. Er komt net een meneer aan, dus ik hoop dat hij mij niet tegen mezelf ziet babbelen. Ik ben niet aan het zoeken. Tuincentrum, maar ik vind het niet. Even 3G raadplegen, want ik ga hierna naar de Horta doorrijden en dan naar huis. Dan kan ik misschien thuis nog een paar dingen doen. En dan moet ik gaan werken. Ik moet pas deze middag werken. En nu is het ongeveer 7 kilometer gereden naar mijn volgende locatie. En ondertussen ga ik terug een podcast opzetten. Ik heb nog heel wat podcasts in te halen. Dus ja, er is natuurlijk iemand achter mij gepasseerd. I want you to go Google what holiday it is. Look up a website where it's... Net een paar zaadjes gekocht in de Horta. Ik heb ook gratis slaapplantjes meegekregen. En gratis korianderzaadjes. Het was heel lang geleden dat ik in zo'n zwemcentrum was geweest. Maar ik heb weer een super lief zat een konijntje zien. Jammer dat ik hem niet mag meedoen. Hallo, het is nu 9:30. Ik ben thuis gekomen. Ik heb drie vlogs in wachtlijst gezet. Op Hopen Vlogs. Nu ga ik mijn onesie aantrekken. Ik ben altijd verkouden. Snap. Maar ik heb wel vanavond de tweede aflevering van het West gezien van het nieuwe seizoen. Thuis gekeken. En Kimmy Schmidt uitgekeken. Waarom eindigt het? Kan Kimmy Schmidt missen? Ik heb mijn onesie aan. Van Cookie Monster. Ik ga mijn gordijntjes doen. Jij. Ook deze. Tijd om een nieuw briefje af te trekken. Vandaag was het deze squirrel. Morgen is het deze mevrouw. Ik doe een klein beetje denken aan de banana reclame of de Chiquita reclame. Dit illustratiewerk maakt ook met die illustraties. En ik heb net wel gejournald. Ik heb een to-do-listje gemaakt vanmorgen. Er staan maar twee dingen op, dus dat is heel klein. En ik heb mijn journal aangevuld met dingen waar ik dankbaar voor ben. En dingen die ik heb geleerd. En dingen waar ik morgen in mijn hoofd mee wil zitten. Nu ga ik trouwens rustig in mijn bed kruipen en beginnen aan mijn boek. Of verder lezen aan mijn boek.